De brandweer was gisteravond met groot materieel uitgerukt naar het bedrijventerrein aan de Oosthavendijk. De mogelijkheid bestond dat meerdere gebouwen vlam zouden vatten. Toch merkte de brandweer al snel dat de rook niet afkomstig was van een brand, maar vanuit een zelfgemaakt laboratorium. Er stond zoutzuur binnen en dat was een lekkage kennelijk. En daar is die rookontwikkeling van geweest. En het was dus geen rook, maar damp. Uit metingen blijkt dat de vrijgekomen rook uit het laboratorium niet schadelijk is geweest. De politie doet vandaag al de hele dag onderzoek op het terrein van het bedrijf. Uit het onderzoek van onze forensische opsporing en het NIV is gebleken dat het gaat om een behoorlijk laboratorium. Alleen wat ze precies maakten, dat moet nog duidelijk worden tijdens het onderzoek. Het laboratorium zat verstopt aan de achterkant van deze auto-showroom. Naast gelegen transportbedrijf is verbaasd over de vondst van het grote drugslab. Wij hebben er totaal niets van gemerkt. Nee, helemaal niets. En het enige wat wij merkten, dat was gisteravond dat het hek open stond. Dat door de brandweer dat was opengemaakt. En dat er een rookontwikkeling was. Dat hebben we als enigste gemerkt. Maar nooit bedrijvigheid of drugs? Of... Helemaal niets. Nee, alleen autoverkoop. Want dat is onze buurman. Dat is zijn core business. Alleen autoverkoop. Tot op vandaag dus. De politie heeft ondertussen 2 mannen aangehouden, afkomstig uit Tilburg. Het Forensisch Instituut verwacht nog tot en met vannacht bezig te zijn om het complete lab te ontruimen en de tientallen vaten zoutzuur af te voeren.